Droomvlucht. Lila is bij oma als er een vuurvliegje voorbij vliegt. Lila rent het vliegje achterna en ineens valt er een boek uit de kast. Hé, zegt oma, mijn elfenboek. Maar elfen bestaan toch niet? Vraagt Lila verbaasd. Dan klinkt er een stemmetje uit het boek. Kom mee naar het elfenrijk. We hebben je nodig. In een flits staan oma en Lila in een donkere grot. Maar ze zijn niet alleen. Lila kijkt beduust om zich heen. Wie is daar? Verluistert ze. Ik ben Krakeel, zegt een lieve stem. Ik ben een trol. Maar anderen noemen mij een neptrol, omdat ik anders ben. Ik houd meer van bloemen in plaats van stenen. Jullie zijn hier naartoe geleid door elfenkoning Oberon, omdat jullie het elfenrijk moeten redden van trollenkoning Furius. Kom, dan breng ik jullie erheen. Lila, oma en Krakeel gaan samen op pad. Het wordt een gevaarlijke tocht dwars door het trollenrijk. Verderop in het elfenrijk maakt elfenkoning Oberon zich grote zorgen over zijn land. Het elfenstof is bijna op en daardoor verdwijnen alle kleuren uit het rijk. Zonder kleur wordt alles grauw en grijs. En weet je wie er van grauw en grijs houdt? Trollenkoning Furius. Hoe minder kleur, hoe liever hij het elfenrijk wil inpikken. Lila, oma en Krakeel trekken door het trollenrijk als ineens alle rotsen tot leven komen en ze gevangen worden genomen door trollenkoning Furius en zijn wachters. Lila is bang en begint te huilen. Het is allemaal mijn schuld, zucht de oma. Ik ben eigenlijk een elf. Ik ben de dochter van koning Oberon. Niet waar, roept Lila. Je bent mijn oma. Nu wel, maar lang geleden was ik een elf die ruziede met haar vader. Ik was boos en vluchtte naar de mensenwereld. Ik werd verliefd op opa en ben in de mensenwereld gebleven. Maar nu moet ik terug, want het elfenrijk is in gevaar. En jij kan het elfenrijk redden van de trollen, Lila. Maar hoe dan, oma? Door in ons te geloven breng je de elfenwereld weer tot leven, lieverd. Durf te dromen dat jij de wereld kunt veranderen. Furius neemt zijn gevangenen mee naar koning Oberon. Ik eis het elfenrijk op, Oberon, buldert Furius. Ik ga er een moeras van maken. Laat eerst je gevangenen vrij, beveelt Oberon. Nee, roept Furius. En dan wordt Lila boos. Laat het stoppen, gilt ze. Laat deze droom stoppen. Het is geen droom, zegt Oberon. Geloof in ons, lief mensenkind. Geloof dat wij bestaan. Durf te dromen. Alleen zo kunnen we het elfenrijk redden. Onzin, roept Furius. Zij kan het elfenrijk niet redden. Dan begint Krakeel zachtjes te zingen. Iedereen kijkt op. Oberon en de andere elfen beginnen zachtjes mee te neuriën. Het elfengezang klinkt steeds luider, tot ook Lila meezingt. Ja, ze gelooft in elfen. En meteen regent het elfenstof. De bloemen beginnen te bloeien en het rijk krijgt weer kleur. De elfen zijn gered. En Furius, die vlucht krijzend weg. Langzaam verandert oma weer in een elf. Als Oberon haar herkent, vallen ze elkaar in de armen. Wat heb ik je gemist, mijn kind, zegt Oberon. Zegt Lila. Ik wil nu alweer naar huis. Hoe moet dat nou, oma? Geen zorgen, kindje, zegt oma en ze strooit een handvol elfenstof over Lila uit. Als Lila wakker wordt, is ze weer bij oma in de kamer. Ik heb zo vreemd gedroomd, zegt ze. Wanneer Lila alles heeft verteld, verlaat oma glimlachend de kamer. Was het wel echt een droom?